Let's play. Nou, meneer de vogeljong, ik heb nog steeds niet zoveel views. Nou, help eens beter of zo. Even denken hoor. Ja, ik weet het. Je moet Let's Plays gaan spelen. Weet je hoe populair die zijn onder de jongeren? Absurd populair. Moet je doen. Gouden tip. Wat? Waarom moeten jongeren kijken naar wat ik op de play doe? Nee joh, gekke Gerard. Wat je doet is je gaat een spelletje spelen op de computer voor zo'n groen scherm. Of kan ook blauw. En dan ga je gewoon een leuk verhaaltje vertellen. Wat voor spel dan? Nou ja, Minecraft bijvoorbeeld. Oh, die heb ik wel. Oh nee Gerard, nee dat bedoel ik helemaal niet joh. Oh, nee joh. Wacht, ik stuur je even wat door. Komt ie. Het gaat helemaal goed komen dit. Nou, ik vind er geen zak aan, stipje. Je moet leuke verhalen vertellen tijdens het spelen, Gerard. Oh. Oké, nou, dus ik zat gisteren te kijken door het raam van buurvrouw Klaverpoot. Ik stond zo in de tuin en zij had helemaal niks door. Komt ineens boer Stuart binnenlopen. Dus ik zeg, hey, boer Stuart, ga eens even weg. Ik zit gewoon te kijken. Begint die Klaverpoot ineens te gillen. Zo hard ook kreeg je helemaal pijn van in mijn oren. Dus ik denk, nou, ik zal eens even terugschreeuwen. Kijken of jij het ook leuk vindt als ik ga terugschreeuwen tegen jou. Nou, dacht ik niet dus. Nou, dat vond ze ook helemaal niet leuk dus. Dus belt boer Stuart ineens de politie op. Dus ik denk, nou, dan moet ik hier maar weg. Maar niet terwijl ik nog even een bruine verrassing achterlaat in je voortuin. Als je begrijpt wat ik bedoel. Zeg, heb ik al gewonnen met het spel of hoe zit het eigenlijk? Je kan helemaal niet winnen met het spel, Gerard. Wat? Niet winnen? Nou, dan ben ik er helemaal klaar mee. Nou, tot de volgende Let's Play. Komt helemaal geen volgende Let's Play. Ik ben helemaal klaar mee. Oh. Vergeet niet je duimen omhoog te klikken. Ja, hou op, stipje, je hebt niet eens duim. Ik heb...